Hier in Sneek wordt vandaag deze voetbalkooi geopend. Namens het vrouwenteam van SC Heerenveen zijn Sisjoet Houw en Cynthia Beekhuis aanwezig om aandacht te vragen voor de bekerfinale tegen AZ. Ik ben nu elke dag eigenlijk al wel bezig, maar ik ben niet zo heel erg. Ik zit wel op school. Maar aan de andere kant, ik wil graag dat het stadion een beetje vol zit. Ik wil liever spelen voor naar duizenden mensen dan voor 100 mensen. Dus nou ja, vanaf Heerenveen naar Sneek, klein stukje, een beetje flyeren. Misschien weer wat mensen extra. Dus, Ja, want in een vol stadion spelen, dat wil jij natuurlijk ook, hè? Ja, dat is wel zo. Maar ja, ik zou liever de beker willen pakken en dat er 10 mensen staan te kijken, bij wijze van, dan dat je dikke onderuit gaat en dat er dat hele stadion vol zit. Ja, het doel is natuurlijk wel zoveel mogelijk mensen te krijgen. Ik bedoel, daarom ben je hier. Ja, dat is wel zo. Ja. We proberen zoveel mogelijk mensen naar het stadion te krijgen. We zijn eigenlijk even bezig met een Heerenveenstadion. Zaterdag speelt het vrouwenteam van Heerenveen tegen AZ in de finale. Kom je aan het kijken? Ja, tuurlijk. Komen jullie kijken? Ja. Ja. Het is een kans wat we nu in 4 jaar eigenlijk kunnen grijpen, dus ik vind dat we dat ook gewoon moeten pakken. En wat Sisjoet zegt is natuurlijk ook wel zo. Liever winnen voor 10 mensen dan verliezen voor duizenden mensen. Maar het is wel weer een extra steuntje in je rug dat je gewoon echt zo graag die beker wil winnen. Ja, en al die kinderen die willen natuurlijk wel graag komen, maar ja, ze zijn wel afhankelijk van hun ouders. Dus, ja, die proberen jullie natuurlijk om te praten nu, hè? Ja, die ouders die hier zijn, ja, die proberen wel om te praten, ja. Zit jij op voetbal? Of? Nee, ik heb op voetbal gezeten. Oké, wat vind jij van het vrouwenvoetbal? Vind ik wel leuk, want dan heb je niet precies weer alleen maar jongens van voetbal. En dan zijn hier ook 2 speelsters van het damesteam van Heerenveen, hè? Wat vind je daarvan? Cool. Ja, maar kom je wel eens bij wedstrijden kijken? Ja, soms, niet altijd. Ja, er is veel aandacht deze week ook voor het vrouwenvoetbal, hè? Hoe ervaar je dat? Ja, dat is wel raar. Eerst weet eigenlijk niemand van wat vrouwenvoetbal is. En dan staat zo iedereen in de rij voor je. Dus, dat is wel... Leeuwarden Krant, Omroep Friesland, Heerenveen TV, noem maar op. Ja, inderdaad. Ja. Ze weten jullie nu wel te vinden, hè? Ja, het is wel een leuke ervaring ook een keer. Je ziet nu ook gewoon dat mensen ons meer waarderen. En die vinden het ook gewoon leuk om een interviewtje te houden. Dus is helemaal goed. Eigenlijk mag je nou niet meer verliezen, hè, na al deze aandacht. Nee, eigenlijk niet. Maar we hebben al een keer eerder in het stadion gespeeld. En dat was niet echt een succes eigenlijk. Tegen AZ. Ook tegen AZ. Dat was 4-0 van nederlaag tegen AZ. Ja, dat was een beetje jammer. Maar daardoor extra revanche. Dus er staat niet extra druk op je of zo. Nee, maar zaterdag gaat het gewoon gebeuren. Ja, Ajax kan het ook. Dus waarom zullen wij het dan niet kunnen, toch?